Yo, kijkers van Producers Minecraft, welkom terug bij een nieuwe episode van Diversity 2. Joehoe, we zijn weer bezig met Adventure. Nee, Survival. En ik heb dus weer wat spulletjes verzameld, er zitten ook wat extra's in mijn kist. En ik ga nu zo goed en kwaad als het kan proberen deze dingen te maken. Ik hoop dat ik genoeg heb. De anvil. Die staat hier. Dus die neem ik even mee. Zo. Wat heb ik nu nodig? Cooked salmon. Salmon heb ik. Hier zo. Die brand ik even met een plankje. En dan moeten we daar even op wachten. Alvast kijken wat het volgende item is. De pumpkin pie heb ik, de golden apple. De regular golden apple volgens mij. Oeh, delicious fish. Lol. Oké, dus de regular golden apple. Dat is 8 gold. En een appel. Crafting table. Zo. Hierin. Next is de blackstone glass. Ik had zand. Ja. Ik heb 6 van nodig. Plus een kooltje. Bol. En inksack. Van die stinkende inktvis uit de rivier boven. Fermented spider eye. Dan heb ik een spider eye voor nodig. Bruine mushroom, die ik in een cave heb gevonden. En sugarcane. Of eigenlijk suiker. Nou, een shapeless crafting recipe, fermented spider eye. En nu nog de comparator en de fire charge. De comparator. Een beetje kool nodig. Zo. Glas is bijna klaar. Wat heb ik nog nodig? 3 redstone. En een kwarts. Zo. Like this. Glas klaar. Ik heb 2 meer nodig. Erbij. Maar de stone is klaar, dus we kunnen onze comparator maken. Zo, even uit mijn hoofd. Update. Was het nou blackstone glass of glass panes? Oh, gewoon glass. Oké. Ik dacht dat het panes moesten zijn. Oh, wacht. De comparator is klaar. Die zit hier, geloof ik. Ja. Fuck. Ik wacht nog heel gauw even op dit glas. Oké. Het heeft me best wel veel tijd gekost om al deze items al te krijgen. Dus daarom ben ik best wel blij dat ik er nu vanaf ben. Ik kreeg eigenlijk wel genoeg van deze survival branch. Ik wou graag verder met de volgende. Dus nu het laatste onderdeel, de fire charge. Dat is volgens mij like this, ja. Oké, dat is dus alles. Dus dat gaan we er allemaal even inschuiven. Ik geloof dat ik alles heb, dus oké. Oeh, dat was even schrikken. Ik was niet heel goed op aan het letten. Ah nee, het is nacht. Verdomme. Oeh, daar ligt nog iron, joh. Lol. Daar ben ik echt gewoon 10 keer langs gelopen. Zonder dat ik het ooit gezien heb, de iron. Bijna boven.
Ah, waarom zit dit hier? Het gaat zo traag. Kom, spin. Oh, hallo. Libre. Oké. Trapje op. Naar de machine. Dit moet erin, dit moet erin, dit moet erin, dit moet erin, dit, dit, dit en dit. Haha. Ja hoor, that's it. Get it, brown wool. Erin. Yes, eindelijk. Jongens. What the fuck. Woehoe. Oké. Maar nu komen we bij het laatste onderdeel. En dat is... Even kijken, even spieken. Labyrinthian. Laten we daar maar meteen aan beginnen. Energy transport. Nou, there we go. Oh. Donker. Oké, dus hier zit een knopje met groene wol. Er zit een knopje met... Ik zie dit niet eens. Is het nou blauwe wol? Of is het lapis? Nou, maakt niet uit. Hier zit rode wol, gele wol. Ik denk dat het toch blauwe wol is. Welke kleur? Rood. Oh. Lol. Auw. Wait, what? Hè? Acquire Marcus. Oeh. Oh ja, genoeg. Oké, ik heb dus constant speed 4. Can be placed on quartz, stained clay, stained glass. Oh. Oké, hier ben ik geweest. Ik weet niet eens wat ik hier moet zoeken, joh. Oké. Aha. Oké, daar ga ik dus niet naartoe. Heb ik eigenlijk ook eten nodig? Daar ren ik even langs. Bap. Oh, mis. Oké, dat seems to be nothing. Woehoe, speed 4 is leuk. Of is het... Ja, het is 4. Ik dacht even dat het 6 was. Zo schiet het wel op. Hoop ik. Oeh, vol mijn beesten. Get juked. Jij ook, get juked. Au. Dat ging mis. Dag spin. Dag creeper. Oké, dit is dus niks. Oh, ik heb eten nodig. Fuck. Nee, hè? Waarom? Oh. Daar heb ik ook geen eens uitleg gekregen of zo. Oh, je krijgt ook gelijk je eten erbij. Oké. Nuttig. Auw, jongen. Woehoe. Ze kregen me toch niet te pakken. Hier is dus ook niks. Oh. Oké, fuck. Hier is druk. Auw. Haha. Splash potion of strength. Well, I take it. Wop. Oh, nog kist. Met het woede soort. I'll take it.
Ja, ik heb stinkt. Waar bap, 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 bap. Wauw, dat zijn two shots met een woedend soort. Holy shit. Oké. Waar de fuck moet ik naartoe? Hier geloof ik. Aha. Ik ga eerst even mijn hunger refreshen eigenlijk. Deze kant op. Zo. Plus nog een paar toetjes. Oei. Hé. Hoe droog. Oké, dan wil ik nog eventjes niet naar beneden. Ik ga eerst gewoon eens hier kijken. Oh, dus aan de andere kant. Oh. Wat? Hoe ver gaat dit dan maar niet? Wat is hier überhaupt de bedoeling van? Misschien moet ik een uitgang vinden ofzo. Hey, stone sword. Me like better. Oh, ik kan deze kant er nog allemaal op. Jezus. Hier kan ik ook weer naar beneden. Ja, maar dat vind ik niks. Ik heb zo het gevoel dat ik die markers anders moet gebruiken. Maar dat maakt niet uit. Ik vind alles wel terug. Deze hoek om, langs de creeper. Armor, hartstikke mooi. Oh, dit is weer dat andere doodlopende eind natuurlijk. Even weer terug om mijn food te refreshen. Hier zo. En nog wat markers te pakken. Zo. Good to go. Heb ik echt alles gehad nu? Nee, hier nog niet. Oké, dat is al een dead end. Nope. Oké dan. Zo. Oké, nu heb ik dus alles gehad. Dus nu moet ik wel naar beneden. Laat ik iets naar beneden gaan. Sneller. Oeh, nog meer beesten. Haha. Oeh, Ironman. Auw. Ik ben echt gewoon maar ergens heen aan het rennen. Doei skeleton. Oeh. Haha, vangen. 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 Bam. Bam. Oeh. Let's go. Plop. Totjes, overal totjes, 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 totjes. Maar even serieus, hoe lang kan ik hier rondrennen zonder iets te vinden? Te lang. Veel te lang.
Oh, hier kan ik ook weer naar beneden. What the fuck? Hoe ver moet ik nog naar beneden? Night vision. Haha. Laat ik weer eens wat markers pakken. Deze kant. Hier overheen. Oh. Oh, oké. Dus kun je er gewoon oplopen. Oh, ik weet niet of dit wel zo heel handig was. Auw. Ja, ik moet echt wel even het midden terugvinden. Waar de fuck moet ik naartoe? Ik loop rondjes. Oh, hier is een trap naar boven. Wacht, dat is een trap naar boven. Eigenlijk ben ik best wel klaar met deze map. Waar is het midden? Wat is de bedoeling hiervan? Wat moet ik vinden? Misschien ben ik er echt wel 10 keer voorbij gelopen zonder dat ik in de gaten heb. Oeh. Anders ga ik gewoon proberen naar beneden te gaan. Gewoon maar. Hey, taart. Gewoon maar blijven naar beneden gaan. Hey, een netherportal. Ik ben misschien een beetje goed van vertrouwen, ik weet niet. Lol. Oh, moet ik allemaal hoofdjes verzamelen of zo? En dan in het midden neerzetten. Ja, doei. Weet je hoe lang dat gaat duren? Daar heb ik echt geen zin in. Oh, hier kan ik naar boven. Zulke soort maps. Zulke soort maps zijn gewoon vreselijk. Hier is weer een nieuw deel. Fuck dit. Ja, what the fuck, hoe groot is dit? Doei. Dit is allemaal unexplored. Oh, wacht. Hè? Ja, doei hoor. What the fuck. No way dat ik dit dit de hele tijd blijf doen. Wat is hier nou leuk aan? Hey, ik heb er weer een gevonden. De skeleton. Haha. Nou, laat ik gewoon eens kijken of ik alles een beetje kan vinden en zo. Ik heb echt wat eten nodig trouwens. En dan zie ik je later wel weer. Oké. Ik heb het nou, volgens mij 3 kwartier heb ik het voor elkaar gekregen om alles te vinden. De witte skeleton en de creeper heb ik vast neergezet. Nu moet ik alleen de skeleton en de zombie nog neerzetten. Zo. Zo. Op. Ja hoor. Het laatste blokje. Yes! Ja, ik ben zo blij dat ik die heb. Oh, het was zo vreselijk, hè. Dat doe ik echt nooit meer. Zo. De volgende keer dat ik dit speel, dan skip ik dat onderdeel gewoon. Wow.
Oké, ik ben best wel bang nu. Oké, dit is onverwachts. Ik ga hier maar naartoe, I guess. Oh, krijg nou de ding. Krijg nou wat? Oh, alle command blocks. Oh, jezus. Wat? what the fuck? Oké. Is dat... What the f... Hoeveel zit hier maar niet in? Dude. Freebie door, test is door, freebie room. Wat? Wat? Had ik op random knoppen klikken? Ah, dan trek ik al die dingen weer in, lol. Charge, knoppen. Knoppen. Maar goed, dat was dus de laatste episode van Diversity. Maar dat... Ik heb nog een beetje tijd over. Dus ik ga even vertellen wat ik hier nu mee ga doen. Diversity zie je niet meer terug. Als je het nog wil, dan moet je het zelf gaan spelen. Maar ik ga nog meer Minecraft maps doen. Dus als je er eentje weet, ik ga ze zelf natuurlijk ook uitzoeken. Maar als je er eentje weet, stuur dan een link door in de comments. En ja, waarmee ik hem kan downloaden natuurlijk. En dan zal ik die gaan spelen. Ik weet nog niet welke map de volgende map wordt, maar het wordt in ieder geval best wel leuk. Oh, best wel leuk. Zo ja, fuck. En nog iets wat ik graag wou zeggen: 1.9 komt binnenkort uit. Ik weet niet precies wanneer, maar lang kan het niet meer duren. Dus zodra de eerste snapshots uitkomen, wou ik graag al gelijk een 1.9 review geven. Bedenk je dan wel dat er nog wel wat kan veranderen? Omdat het nog maar snapshots zijn. Maar dat is... Oh. Maar dat is mijn probleem niet. Ik ben net ervoor tegengevallen. Lol. maar dat is het voor deze episode. Dus ik zie je later wel weer. Ah, ik heb net later gezegd, dus wat moet ik nu zeggen? Nou ja. Ja, tot de volgende episode.